Suriname heeft met de beëdiging van Rosanna Achard, Judith van der Guchten, Vareisa Kilawan Blokland en Natasha Marcio Gangaram 4 nieuwe advocaten erbij. De vrouwen zijn vanmorgen beëdigd bij het Hof van Justitie. President van het Hof, Iwan Rasoolbaks, hield de nieuwe advocaten voor dat de beëdiging niet alleen een belangrijk moment markeert in hun leven, maar het markeert ook een cruciale rol die voor hun is weggelegd om bij te dragen aan een goede beleving van de rechtsstaat. Volgens Rasoolbaks moeten de raadslieden zich ervan bewust zijn dat hun werk als advocaat van grote invloed is op het leven van mensen en de samenleving als geheel. De hofpresident drukte hen op het hart om altijd vast te houden aan de principes van rechtvaardigheid, integriteit en eerlijkheid. Wees een bron van vertrouwen en hoop voor degenen die uw hulp inroepen. En zet uw vaardigheden in voor het welzijn van die mensen en dus ook anderen. Wij het Hof twijfelen niet aan uw vastberadenheid en toewijding om zulks te doen. Daarom versterken we vandaag deze vastberadenheid en toewijding door u officieel tot dit beroep toe te laten. Nog mooier. We hebben het volste vertrouwen in dat u zulks zult doen vol overgave naar eerlijkheid en in goede communicatie met uw cliënt. Waarnemend procureur-generaal Garsha Paraksing benadrukte de loyaliteit aan de eed die door de pleitbezorgers is afgelegd. Als startende advocaat moeten zij zich realiseren dat de samenleving steeds kritischer wordt en hoge eisen stelt. Zij zullen door ijver en nauwgezetheid blijk moeten geven van de ambitie om te excelleren als advocaat. Ook verdere ontwikkeling is heel cruciaal. Permanente opleidingen en themagerichte cursussen zullen enorm kunnen bijdragen aan het bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Op deze wijze behartig u ook op voorbeeldige wijze de belangen van uw cliënt. Houdt u zich aan de handhaving van uw beroepsgeheim. Deze duurt voort, ook na het beëindigen van de zaak. U zult het beroep dienen uit te oefenen in volstrekte onafhankelijkheid en zonder zich daarbij door de zucht naar persoonlijk, financieel, maatschappelijk of ander voordeel te laten leiden. Paraksing hield de advocaten ook voor om kritisch te kijken naar hun eigen functioneren en geen handelingen te plegen waarvan ze weten dat die niet zijn toegestaan.